Suriname heeft gisteren voor de 27e keer de slachtoffers van de grootste vliegramp in haar historie herdacht. Het toestel PY-764 van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij vertrok op 7 juni 1989 vanuit Amsterdam naar Suriname. Vanwege de dikke mist kreeg het toestel geen toestemming om de landing in te zetten op Sanderij. De gezagvoerder negeerde de instructies met als gevolg een botsing tegen een hoogstaande boom. 167 mensen kwamen bij deze ramp om het leven. Gisteren togen vooral nabestaanden naar het monument aan de Lajmonstraat om stil te staan bij deze ramp. Ook vicepresident Ashwin Adin en minister van Sport en Jeugdzaken John Dogoyo waren aanwezig bij deze herdenking. Minister Dogoyo over de herdenking. Het is natuurlijk een dag waarbij we stilstaan bij de gebeurtenissen 28 jaar geleden. Ja, een beetje emotioneel, want je denkt terug. Ik bedoel, het waren mensen die kwamen om een belangrijke bijdrage te leveren aan Suriname. Zeker die groep en, voetballers. Het doet je toch wel wat. En ja, ik gebruik het als een moment om te bezinnen en na te denken. Zeker over die ambities die ze hadden, hoe we dat kunnen incorporeren in de verdere ontwikkeling van de sport. Vindt u het ook erg dat na 28 jaar SLM haar verontschuldigingen nog steeds niet heeft aangeboden? Ja, ik zat perplex daar. Ik vond het heel erg dat dat nog niet is gebeurd. Het zal wel een punt van bespreking zijn, zeker in regeringsverband, dat we daarover praten. En dat moet, het is een morele plicht dat we waar eigenlijk de SLM aan zou moeten voldoen. En dat moet wel gebeuren. De grootmoeder van de voetballer Lloyd Doesburg kwam samen met haar zus deze dag gedenken. Met de foto van haar kleinzoon zat ze op een stoel en bad voor hem. 7 juni, 28 jaar terug, is voor haar nog steeds als de dag van gisteren. Ik kan niet elk jaar komen, maar als ik hier ben, dan kom ik hier. Dan kom ik altijd met mijn kleinzoon, want ik heb nog een kleinzoon die ook een goede voetballer is. Dat is ook Alberto Doesburg, die ook een goede voetballer is. En dan kom ik samen met hem hier en dan komen we hier even, voor de dag, vooral de dag waarop hij jarig is. Dan komen we even hier en dan brengen we een bloemetje naar hier toe. Ja, ja. Wat doet de SLM voor jullie als nabestaanden? Nou, ja, de SLM, ja. Ja, je weet niet wat er op dat moment in die mensen was. Dus je weet niet wat er bij de mensen van SLM was. Maar alleen was de vrouw van Lloyd een beetje boos, omdat ze van de SLM geen woord van dank heeft gehoord. Ja, en van de SLM heeft ze ook niet gehoord dat er zo'n ramp gebeurd is. Daar heeft ze via via gehoord van andere mensen dat het vliegtuig is neergestort. Oma Doesje, de grootmoeder van Lloyd Doesburg, bij de herdenking van de grootste vliegramp in Suriname. Gisteren was het precies 28 jaar dat dit toestel met 167 mensen aan boord verongelukte. Slechts 11 passagiers overleefden de ramp. Jaarlijks worden de slachtoffers herdacht op initiatief van de Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal onder leiding van Roy de Miranda.